Goedendag dames en heren en welkom weer. Je hebt een tijdje niks van mij gezien en gehoord en dat komt zo. Ik was nogal druk met allerlei dingen die niet geschikt waren voor YouTube. Gewoon bloedsaai. En ik ben al een dag wat ziek geweest, dus nou ja. Vandaag is het de 15e, 15 februari. Gisteren was Valentijnsdag uiteraard. Dus jullie hebben allemaal je geliefde en ja, iets gegeven. En het is even laten zien. Prachtig weer. Een beetje in de zon in, maar het is gewoon. Het is geweldig weer, echt geweldig weer. Dus Veldberg komt er weer aan. Morgen gaan we, vanaf morgen mogen we weer gieren. Met de mest aan de gang, dus dat gaat er morgen ook gebeuren. De koeien willen wel naar buiten toe, maar er is nog geen gras, dus we moeten nog even wachten. Maar we gaan vandaag wel een beetje over de koeien hebben. En hoofdzakelijk over het voeren. En daar heb ik zelf een beetje last van de zon. Over het voeren. Wat is er nou met het voeren? Hoe leg ik dat uit? In de melkrobot voeren wij krachtvoer om de koeien te lokken. Een koe die komt ook wel omdat ze last krijgt van het uien. Maar eigenlijk komt ze alleen maar voor de brokken. En voor krachtvoer. En het is wel belangrijk dat je daar een goede afstelling in hebt. Het werkt niet op gewicht, het werkt eigenlijk op tijd. Dus je stelt in hoeveel gram of hoeveel kilogram er in een bepaalde tijd vallen, dat komt maar zo. En dan weer dat ding van, nou ja, ik moet zo lang draaien om die koe zoveel brokken te geven. Nou is dat belangrijk om daarbij te houden en wel als je dat bijvoorbeeld niet doet, als je te veel voert, dat is jammer, daar wordt die koe alleen maar dik van en daar geeft hij geen melk van. Dus dat kost geld. Maar als je te weinig voert, dan geeft die koe te weinig melk en wordt ze mager. Dus dat kost ook geld. En als iets geld kost, dan ben ik er tegen. Dus ik zal je even laten zien hoe het werkt hier bij een GA MI1. Allereerst even kijken, dit staat goed. Bij GA MI1 moet even, nou, de deur staat open natuurlijk, maar nou ja, anders kan ik er niet in. En de bediening moet op handbediening en dat zie je door deze twee rode lampjes. Nou, vervolgens zien jullie hier het scherm. Maar kunnen jullie het zien? Ja, ik hoop dat je het een beetje zien kunt. We zitten nu hier in box 2, voersoort 2. Nou, de kalibratietijd duurt 4 minuten en nu drukken we op start. Start. Waarom? Moment. Ik had een andere instelling niet helemaal goed. Jullie zien dat de tijd terugloopt. Ik hoop dat jullie het zien kunnen. Ik kan het zelf op het schermpje van mijn camera niet zien. Maar de tijd loopt maar terug. We staan op 3,5 minuut. We staan bij het niet annuleren, dus dat doen we dan ook niet. En dan kun je er helemaal niet goed mee horen. Ik zal de box even open doen. Doe anders. Kijk, dit is zo'n voerbak en daar zien jullie wat brokjes krachtvoer in vallen. Dat krachtvoer dat komt daar weg, daar achter die spinnen hebben daar. Dit is daar voersoort 1, maar we zijn bezig met voersoort 2. Ja. Dat komt buiten naar die silo's. Kijk, buiten, hier buiten staan silo's. Je bestelt wat, ze blazen het erin en dat ding zorgt dat er een koeien gevoerd wordt. Nou, we moeten gewoon even een paar minuten wachten, jongens. Er zit niks anders op. En in de tussentijd dat je wacht, kun je mooi even zelf even YouTube-filmpjes kijken. Wat zal ik eens kiezen? The Funky Farmer, One Lonely Farmer of Guy in Wyoming? One Lonely Farmer. Ja, die kennen we allemaal, hè. Dan moet ik dat krachtvoer voor het wegen. Dus daar schep je de bak leeg. Nou, nu gaan we het wegen. 1,48. Nou, de emmer die weegt 0,47. Dus dan wordt dat 1,01. 1,01. Alrighty. Dus voeren wij hierin.
1-0. Ingave en dan niet vergeten toepassen. Nou, wat betekent dat nou? Van 1800 naar 1800 gram naar zeg maar ruim een kilo. Dat betekent zoveel dat de robot eigenlijk te weinig voert. Want hij denkt dat hij in 4 minuten tijd 1800 gram voert, maar hij voert eigenlijk maar een kilo. Dat betekent dat de koeien te weinig brokken krijgen, dus minder melk, minder opbrengst. En dat willen we niet. Dus dat is, dat kost geld. En het is natuurlijk maar een centen kwestie, maar iedere cent is erin. En als je, als zeg maar 70 koeien maal, laten we zeggen een dubbeltje per dag, nou, dat trekt wel lekker aan natuurlijk. En als je een keer de week doet, eenmaal 365 dagen, badabing, badaboom. Nou ja, ik ga even een slangetje vervangen. En dat is allemaal niet zo spannend, dus geloof je wel. Voor deze keer bedankt voor het kijken. Ik zou zeggen, volg mij ook op Facebook en Instagram. En abonneer als je dat niet had gedaan. En reageer en duimpje omhoog en alles. Dus tot de volgende keer.